Ivano, allereerst gefeliciteerd. Wij spraken elkaar 1,5 jaar geleden nog op de hertgang toen jij jouw eerste contract tekende. Klopt. Kun je eens vertellen wat deze dag weer voor je betekent? Want toen was je heel blij, toen was het op de hertgang. Nu zijn we in het stadion, misschien al wel een stapje verder. Kun je eens vertellen hoe dat is vandaag voor je? Ja, dat is nog mooier dan het eerste contract natuurlijk. Je bent hier in het stadion waar je natuurlijk in wilt spelen. En daar ga ik nu voor werken. En ik vind dat ik er wel klaar voor ben. En hopelijk zien jullie me snel daar in het stadion. Wat zegt jou dit, deze dag, het contract? Op je shirt staat 2025. Geeft dat ook een soort van rust voor je? Van oké, ik heb nu een nieuwe stip op de horizon waaraan ik in alle rust naartoe kan werken? Ja, zeker, zeker. Is gewoon, nu heb je gewoon andere plannen dan toen ik mijn eerste contract tekende. Toen wou ik steeds hoger en hoger. En ja, nu natuurlijk ook. Maar nu draait het echt om mannenvoetbal. Ja, deel die concrete plannen eens met ons. Wat zijn je plannen op korte termijn of in de periode tot 2025? Ik wil zo snel mogelijk al mee beginnen te trainen met het eerste. En dan moet ik eerst laten zien in Jong PSV dat ik echt klaar voor ben. En als ik meetrain, dan moet ik mezelf ook laten zien dat ik zo snel mogelijk mijn debuut kan maken. Hoe heb je je de afgelopen 1,5 jaar ontwikkeld? Je hebt het over grote mannenvoetbal. Nou, de keukenkampioendivisie is de ideale leerschool, lijkt mij, voor een jonge speler. Ja, hoe heb je je ontwikkeld de afgelopen 1,5 jaar? Hoe ben je gegroeid als mens en als speler? Echt veel trainen, veel trainen. Na de training ook nog wat dingen doen die je minder goed kan. En fysieke trainen, je moet sterker worden. Je moet slimmer voetballen. Je kan niet meer echt speels gaan voetballen als in de jeugd. En daar word je ook veel slimmer van. Dus En waarom merk je in wedstrijden dat je meer getest wordt? Hè? Je speelt tegen volwassen kerels. Het was eerst altijd tegen leeftijdsgenoten. Waarom merk je dat het allemaal net wat beter, net wat sneller, dat je net wat harder moet werken? Vooral fysiek. Vooral fysiek. Dan moet ik nog wat harder aan werken. En dat komt wel goed. Je zit hier met je dierbaren, prachtige woorden net aan jou gericht en ook van jou aan jouw dierbaren. Hoe is het om dit moment met hen te delen vandaag? Ja, dit moment is gewoon onbeschrijfelijk. Het is gewoon mensen van wie je houdt. Ja, we moeten bijna van mijn ouders moesten bijna huilen. Dus ja, het is echt een heel mooi gebaar. Ja, ze hadden het ook over de lange weg die je hebt afgelegd om hier te komen. Wat kun je vertellen over die weg? Wat voor struggles heb jij gehad om hier te komen waar je nu bent? Vroeger hadden we geen auto, dus we moesten met de trein in de ochtend. En soms is storing, dus we komen ook wat later op de club. Dus we moesten ook echt heel veel beleefd. Er is gewoon geen woorden voor dat ik er nu hier sta en dat ik zo hard heb gewerkt. Je hebt nu 15 wedstrijden, competitiewedstrijden voor Jong PSV gespeeld in de keukenkampioendivisie. De volgende stap die je wil zetten is natuurlijk dat eerste elftal. Voor jouw gevoel, hoe dicht zit jij er tegenaan om die stap te gaan zetten? Voor mijn gevoel zit ik wel echt heel dicht tegenaan. Ik heb laatst ook op verschillende posities gespeeld. Dus als ik op die positie nodig ben, dan sta ik sowieso klaar. Echt 100%. Dus voor mijn gevoel ben ik wel echt heel dichtbij. Ja, welke positie ga je op richten nu de komende tijd? Uiteindelijk wil ik wel middenvelder worden, gewoon op 6 positie. Maar nu focus ik me meer op centraal en rechtsback. Ja, en als je kijkt naar de rest van dit seizoen, hè, jullie hebben een mooie reeks gehad met Jong PSV. Afgelopen maandag ging het eventjes wat minder en werd die reeks doorbroken. Wat wil je nog tot het einde van het seizoen bij Jong PSV? Misschien een beetje verder kijkend? Bij Jong PSV wil ik gewoon nu al vaste basisplek hebben en zoveel mogelijk minuten maken en daarna doorstromen naar het eerste.